Goeiedag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Hans Lik. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Schorpioen. Lieve Schorpioen, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je venus teken laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op hetzelfde liefdespad. Kijk eventueel mijn andere readings of vraag een persoonlijke reading aan. Dit kan via www.revibes, trouwens, dat onder in de beschrijving. Ook wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd is gebleven en de vele aanvragen die ik krijg. Ik ben super dankbaar. Ik groei dankzij jullie. En daar ben ik echt. Ja, daar wil ik je voor bedanken. Voor jullie eigenlijk. En zo groeien we met elkaar. We gaan verder. Uitdaging. Verleden, heden, toekomst. Let wel. Iedereen loopt weer op een ander pad. Dus wat ik al zei. Mocht je echt een persoonlijke reading willen, dan kun je altijd één aanvragen. Wat mag ik ontvangen voor de schorpioen? Mijn geheimzinnige Scorpio's, de zon. Schijnt de zon niet? Ben je bang dat iets mooi is om waar te zijn? Nog iets meer, de doodkaart, jullie kaart, transformatie. Er is ergens een einde aan of er is een transformatie. Geven en nemen. Dus iemand gaf misschien meer dan dat hij... iemand... Zocht een balans. Dus het kan zijn dat daar een einde aan is gekomen. Ik zie ook emotioneel is ergens iemand, loopt ergens iemand vandaan. Als jij er nu bent op een persoon, let wel. Kijk je voor iemand anders, kan het ook zijn of haar energie oppikken. Of jouw energie, let wel. Dus een transformatie. Een gift. Geven en nemen. Balans op financiën. Of een persoon. De wereld. Wauw. Veel weer van een grote Ankara. Een completion, communicatie, reizen, noem het maar. Je zoekt ergens een bevrijding in. Of het is de bedoeling dat je oude cycles afsluit. En de dood ligt hier natuurlijk al. Hè? Dus er is ergens in je leven waar een balans in moet komen. Moet. Wauw. Ik heb hier de lovers en ik heb hier de koningin van staven. De koningin van staven is vuur, energie. En ik heb hier natuurlijk ook wel leeuw. Ik heb hier schorpioen. Ik heb hier de lovers, is tweeling. Ramboogschutter of leeuw. De koningin van staven is iemand die weet wat ze wil. Is charismatisch, is sensueel, is pinter. Weet wat ze wil, gaat ervoor. Als haar zinnen op iets heeft gezet, dat kan dus ook zindeldrijven zijn of ego. Dus let wel. Het is een vrouw die, als zij binnenkomt, dan komt er ook iemand binnen. En dat valt altijd wel op. Een leeuw heeft echt de energie van, hier ben ik. En daar kan je niet omheen. De lovers, een keuze. Een spirituele connectie. En ik heb hier de 9 van pentakels nog. Nog één kaart, graag. De judgment. Die lag omgekeerd. Hoe dan? Er is nog niet iets afgesloten. Er is iets uit jouw verleden. Koning van Cups. 10 van staven. Wauw. En de 10 van bekers. Wauw, wauw, wauw. Er is iets nog niet afgesloten. Heb je een oordeel over iets? Is er iets wat er nog moet worden uitgewerkt? Het is de bedoeling dat jij dus iets gaat uitwerken. Kan zijn dat je onderbewust gebukt gaat onder stress of onder te veel hooi op je vork nemen. Want je wil dit. En ik zie hier de koning van cups. En dat kan jouw energie zijn of van een persoon. Dit is vissen, ram of vissen, ram. Nee. Vissen, schorpioen of kreeft. In je bovenbewustzijn zie ik de 4 van pentakels, de 5 van pentakels en de aas van pentakels. Ben jij bang voor financieel verlies? Is er iets waarbij jij angstig bent? Ik zie rust. Dus het is misschien belangrijk om in bepaalde situaties in je leven even een pauze te nemen. Voordat jij onder dat gebuk gaat. Dus misschien wil je heel graag die liefde, die 10 van cups, het trouwen of het plaatje van dat wil ik. Maar boven zie ik dat er iets speelt waarbij jij je vasthoudt. En ik heb hier de 4, de 5 en de 1. Dat is samen de 6 weer. Dus er is ergens moet er een balans komen in je financiën. Of met een persoon. In ieder geval is er iets waarbij jij je in de kou voelt. Of er is iets waarbij
oude wonden moeten worden geheeld. Want er is een nieuwe kans, er is een nieuw plan, er is iets wat op je pad komt. Alleen voor jou is het belangrijk om daar een balans in te vinden. Balans in je emoties misschien. Wat mag ik weten over de zonkaart? Dus ja, zie je een nieuwe zijk. Woeps! En zag ik wel de koning van cups? Yes, daar heb je hem weer. Dus daar kwam die alweer. Dus het kan zijn dat jij een nieuwe zijkel mag gaan starten met een persoon waar jij heel veel geluk mee kent. Maar jij gaat gebukt. Dus het kan zijn dat je te veel stress hebt en dat je soms dingen negatiever ziet dan dat ze zijn. Dat is een beetje wat ik voel aan deze energie. En daardoor hou je gesloten. Voel je je niet goed? Of is er iets waarbij je bang bent voor verlies? Misschien ben je bang om een persoon te verliezen en hou je daarom vast. Maar daardoor ga je eigenlijk ondergebukt, want er is liefde. Alleen je ziet het denk ik niet of zo. Dat is een beetje wat ik voel. Je wil het niet zien. Dit heb ik eerder tegen jullie volgens mij gezegd, lieve schorpioen. Maar goed, er is liefde. Iemand heeft emotionele vervulling. Iemand wil een nieuwe cyclus starten met je. Ja, zie je, ridder. Wat is die dood? Het kan ego-dood zijn, want ik heb hier natuurlijk de koning en verstuiven. Het kan zijn dat jij mag gaan transformeren daarin. Dus jullie eigen kaart. Jullie gaan natuurlijk over dood en verderf. Nee, al nee, maar wel dood en wedergeboorte en ja, seksualiteit natuurlijk. Het occulte, alles wat met duister te maken heeft. Even kijken, de peets heb ik hier, de hermiet. En de staven. Het kan zijn dat er kinderen in betrokken zijn. Misschien vind je het lastig om je te openen. Ik wil even weten over die doodkaart. Ja, vast in je gedachten. Het kan met een huwelijk te maken hebben. Het kan zijn dat je een huwelijk wilt. Je bent spiritueel, maar je zit veel te veel in je hoofd. Veel te veel aan het malen. Je zet jezelf eigenlijk vast in een situatie. En dat zou moeten worden getransformeerd. Want er is iemand die heel veel liefde voor je heeft. En die wil dit waarschijnlijk. Dus het kan ook zijn dat er een transformatie is nadat je heel veel in je hoofd hebt gezeten. Dat er dus iemand een lange commitment met je wil. Ik zeg wel trouwen, maar dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar wel iemand die een verbintenis wil. Of wilde. Wat mag ik weten over die balans? Oeps, ja, weer kijk dan. De 10 van cups. De 2 van staven, maar in ieder geval weer, zie je? De 6 van munten, een balans vinden, een dubbele balans. Oeps. Ja, zie, oude karma, oude pijn. Dus het kan maar dat je te maken hebt gehad in het verleden, dat jij inderdaad meegaf of dat er iets was waar jij nog steeds wel last van hebt. Dus misschien heb je vertrouwensissues, omdat er in jouw verleden heb je daarmee te maken gehad. En daardoor zit jij soms vast. Want misschien vertrouw je bepaalde personen niet. Of vertrouw je niet soms op de situatie zoals het is. En ga jij dus in je hoofd zitten, lieve schorpioen. Doe dat niet. Want er is zoveel liefde, passie zie ik. Wauw, zie weer een completion. Dus het is, wauw, jeetje. Voor jou is het belangrijk om dat af te sluiten. Want zo bevrijd je jezelf. Je houdt jezelf veel te veel vast. Want er is passie. Er komt weer een nieuwe passie in. Dus waarschijnlijk zoek je daar ook een kracht. Ik heb het wel. Zoek jij daar ook een bevrijding in. Jij wil weer passie. Je wilt weer af en toe. Je wilt een nieuw iets in jouw leven dat vernieuwd wordt. Dat is een beetje wat ik voel. Met passie. Een nieuw avontuur. Een nieuwe cycle. En dat kan met een persoon zijn. Die je al kent, de hangman. Dus een stilstand. Dus deze stilstand die jij misschien onbewust of bewust in je hoofd of in je leven kent, is nodig. Dus misschien kan het zijn dat je met een bepaald persoon niet altijd op één lijn zit. Maar jullie hebben beide gelijk, alleen hebben een andere visie erop. En dat is niet erg, als je er maar samen uitkomt. Want er is veel passie. En er is door die stilstand is het ook belangrijk om dus die inzichten mee te nemen. Wat mag ik weten over de koningin van zwaarden? De koningin van cup. Of de koningin van staven en de koningin van zwaarden. Dit is een beetje koele energie. Dus het kan zijn dat jij met je zwaardje staat en je hebt veel meegemaakt. Want de koningin van zwaarden is iemand die knopen kan doorhakken. Dus misschien wil je knopen doorhakken en weer de koningin van staven. Maar jij zit in je ego. Dus je kan heel koeltjes overkomen. Net of doet het je allemaal niks. Maar ik zie onderliggend dat je zoveel liefde hebt of voelt of je wilt dat heel graag.
Maar dat je ook zoiets hebt van, nee, als het niet gaat zoals ik het wil, dan haak ik de knopen door en ga ik verder. Dat is een beetje wat ik voel. Kan ook zijn dat er meerdere personen in betrokken zijn. Hoeft niet, kan wel, voor sommigen. Ja, de temperance, ja. Dus het is belangrijk om rust en geduld en balans in je leven te krijgen, lieve schorpioen. Want je hebt een visie, maar je weet niet goed welke keuze je moet maken. Dus er kan iets komen op je pad waarbij spirit eigenlijk jou iets aanreikt. Maar het is wel belangrijk misschien ook om je chakras te schonen. Er komt iets aan met een reconciliation, of een samenkomen. Want er is iets nog niet aan. Ja, de Queen of Cups, kijk, een gelijkwaardig koppel. En ik zag natuurlijk al de Lovers card. Dus iemand heeft heel veel liefde en jullie hebben heel veel liefde. En de liefde is nog niet voorbij. Dat is een beetje wat ik zie. Dus je zou zelf een bevrijding, ja, zie. De liefde is nog niet voorbij. Dus er komt iets aan waarbij iemand een excuus gaat doen. En dat kan chaotisch voelen misschien. Je ligt erover wakker. Of iemand ligt erover wakker. Maar de liefde is nog niet voorbij. Dus ga een compromis sluiten. Voor jezelf, met de persoon, met iemand waarvan jij denkt dat het misschien allemaal minder goed verloopt dan dat het eigenlijk is. Wat mag ik nog voor advies voor de lieve schorpioen? De Page of Pentacles, een nieuw pad. Een betrouwbare aanbieding. Nieuwsgierig zijn, zie. Kijk dan. Hoppakee, daar was hij. De Lovers weer. Dus er wordt een aanbieding gedaan, een stabiel aanbieding. Het is een kleine aanbieding, maar het is wel een keuze. Dus je hebt een keuze ergens in. Ja, je ligt wakker. Ja, zie, je hebt een keuze ergens in. Kijk dit dan. Of je hebt met meerdere personen te maken, of je hebt nog iemand, of we spelen kinderen. Kijk, een keus. Je hebt een keus. En dit is bizar, want ik heb bijna in elke reading heb ik gewoon dat mensen voor een keuze staan. En het is ook de tijd om voor je geluk te kiezen. Waar kies jij voor? Lieve schorpioen, je hebt een keuze. Er is een spirituele connectie. Of er is al nog een connectie waar je misschien aan vast zit. Of iemand wil dit. In ieder geval zit je daar heel erg mee in je hoofd. Ja, de koning van cups. De vijf van pentakels. Kijk dan. Dus iets achter je laten. Want iemand wil dit. Iemand wil dit. Ja, zie. Wauw. Ja, dat is echt bizar. Dus er kan heel veel conflict in je hoofd zijn over deze situatie. Er is iets waarbij jij dus meerdere opties misschien hebt of keuzes hebt. Waar kies jij voor? Waar kies jij voor passie? Blijf jij met je zwaardje zo staan? Of ga jij voor de persoon die heel veel liefde voor je heeft? Of misschien is er nog een liefde? Heb je al een liefde? En gaat dat zich verder ontwikkelen? Dat is een beetje wat ik voel. Dit is wat ik voor je heb. Lieve schorpioen, laat het me weten mocht het resoneren. Abonneer, like, deel. Ik wens je al wat goeds. Doeg!